30 expedities gedaan, met, zonder zuurstof. Ben je, als jij onderweg bent, hè, want het is een gevaarlijke sport ook, ben je onderweg ook echt aan het genieten van wat je ziet? Of ben je dan doelmatig bezig met je volgende stap, letterlijk? Ja, meer met dat laatste, zeg maar, dan natuurlijk geniet je. Maar ja, weet je, als je zoveel dagen daar rondloopt in die mooie wereld, dan is het vooral, zeg maar, focus en je kop erbij houden. Omdat je, ja, wat je zegt, je moet nadenken over elke stap. Want elke stap heeft gevolgen en je kunt niemand anders verantwoordelijk houden. En niemand dwingt je ertoe, dus je moet het allemaal wel overwogen doen. En ja, samen, ja, baseer je dat ook met name op je intuïtie, of het goed voelt. En het moment dat je daar boven staat, hè, want daar heb je echt maanden naartoe gewerkt om uiteindelijk op die top te staan, waar het ook is, of het nou op 8.500 meter is, of waar dan ook. Maar dan sta je daar, dan heb je dat doel bereikt. Ja. En dan kan je maar even blijven. Ja, dan ben je pas halverwege, zeg ik wel eens. Ja, dat is het grote verschil. Hè. Kan je met een andere sport alles geven tot je over de finish komt. En ik zeg wel eens, dan hè, kun je bij wijze van spreken aan het infuus worden gelegd. Op dat moment moet je toch je kop erbij houden. En als je te ver gegaan bent in je krachten, ja, dan kom je niet terug. Dus het is altijd een soort, ja, zeg maar, ultieme balans vinden in alles geven. En toch je kop erbij te houden en weten van, ja, maar we moeten ook nog terug. En dus is natuurlijk het moment op de top een soort ongelooflijke ontspanning. Ik bedoel, daar ben je natuurlijk, wat je zegt, jaren mee bezig geweest. En heb je van gedroomd. En je hebt zoveel moeten, nou ja, afzien, overgeven, koppijn, nou ja, slapeloze nachten. Je wilt dat niet weten. Heel leuk. Maar als je daar dan staat, dan vergeet je dat allemaal en dan is er maar één moment. Alleen tegelijkertijd weet je ook van, en nu de kop er weer bij en terug naar beneden. Nou, ik vraag het om, want we hebben beelden waarbij je de mannen, het zijn wel mannen, maar ook vrouwen, ziet op de top. Ja. En dat ziet er heel sereen en elegant uit. Maar het kan ook heel lelijk zijn natuurlijk daar komen. Ja, maar pijnlijk. Ja, maar toch, weet je, het fysieke ongemak, om het dan maar zo te zeggen, dat staat niet in verhouding tot het ultieme geluk bijna. Hè. Ik zeg wel eens, aarde en de hemel ontmoeten elkaar op de bergtop. En op het moment dat je daar staat, voel je ook, ja, ik zeg wel eens, die kosmische energie die ik hier op zeeniveau niet kan vinden. Is er iemand aan tafel die dit gevoel deelt? Ik bedoel, Michael Rupert, die denkt, ik weet niet waarom. Het doet me wel een beetje denken aan een militaire uitzending. Dat je gezamenlijk een doel hebt en dat uitvoert. Maar dat je individueel ook echt perfect wil zijn om je doel te kunnen bereiken. Dus dat doet me wel aan denken. Oh. Ja. Nou, dat is mooi. Ja, nou ja, misschien aan het eind van een concert van staande ovatie. Maar joh, ik heb het nu al koud. Echt hoor. Miss Ollengren, heeft u dat een beetje? Heeft u iets vergelijkbaars? Of is het... Nee, maar ik kan me de euforie wel voorstellen. Dat is ook een beetje als je wint met voetbal. Als je weet, we moeten inderdaad iets euforisch zijn. Dat lijkt mij heel bijzonder. Maar ik heb die ervaring niet. En eerlijk gezegd ook niet de ambitie. Nou, maar kijk even naar deze... Het zijn vooral mannen die je ziet, maar wow, op de top.